Het is inmiddels december en het is stervenskoud. De mensen van de WSO achter mij, die worden daarom door de gemeente letterlijk in de kou gezet. Wij bieden vandaag een pakketje aan om ze op te warmen. Meneer, we komen u een pakketje aanbieden. Nee. Om het toch even warm... Nee? U heeft het niet koud? Ik heb het wel koud, maar ik ga er niet op in. Want ik zie wat je in je handen hebt. En dan mogen wij als gemeente niet aannemen. En de erwtensoep alleen? Of gaat het om de play worden? En de erwtensoep ook niet. Maar mogen we wel even met de spreken? Nee. Ook niet? Nee. Waarom niet? Omdat wij al een heleboel problemen hebben gehad van de gemeente. We gaan er niet verder niet erin. Wat voor problemen? Ja, het huisje en alles wat ermee komt. Buiten de camera om waren de medewerkers wel bereid om te praten. Ze zeggen dat de gemeente gigantisch kwaad is geworden omdat ze met de media hebben gepraat. Ze zijn ontevreden over de gang van zaken en zijn volgens hun niet gehoord over wat hun nodig hebben. Nee, ik heb de gemeente opdracht gekregen niet interview doen. Helemaal niks? Helemaal niks. Moet ik bij de gemeente treffen? Ja, nou, voor mij is dat niet aan de orde. De gemeente heeft niet gezegd dat ze met niemand mogen praten. Waar komt hun verhaal dan vandaan? Ik heb geen idee. Waarom is er geen overleg gevoerd met die mensen? Er is vanaf het allereerste begin overleg gevoerd met de WSO, de partij die ook het bewaken van de fietsstallingen organiseert. Van hoe we dat op een goede manier kunnen organiseren. En de eerste variant heeft hier gestaan een aantal maanden. En in de zomermaanden is dat natuurlijk prima. In andere steden in het land werkt het sowieso prima. En dat is waar we het van afgekeken hebben eigenlijk. Maar het blijkt hier in Zwolle, niet op een goede manier in de winter te kunnen functioneren. Maar als we nou naar dat hokje kijken, dan zie je het zelf toch ook dat dit in de winter niet gaat werken? De ervaring in andere steden, bijvoorbeeld Utrecht, is dat het wel degelijk kan werken. En met de juiste voorzieningen, ook met verwarmen erin. Wij hebben geconstateerd dat het hier niet werkt. En dat betekent dus dat wij een andere oplossing gaan vinden. Want we willen niet dat de mensen staan te vernikkelen van de kou. Hoe kan het dan dat het hier niet werkt? Dat weet ik niet. Wij hebben dit in ieder geval het idee van dit hokje hier. Dat hebben wij afgekeken van de gemeente Utrecht, waar het functioneert. Ja. Waarom zouden die mensen het niet erg vinden en hier wel? Ja. Er moet toch een verschil zitten? Ik zou zeggen, ga in Utrecht kijken. Oké, okay. Utrecht dus. U heeft net de beelden gezien van het hokje in Zwolle. Wat vind je daarvan? Ik vind het echt gewoon raar. Is niet goed. Ja, wat kan er beter? Als ze Frans dingen kijken, dan stappen andere regels. Misschien net als Frans dingen gebouwd. Want wat hebben zij nou echt nog nodig? Ja, zeg maar, wat wij hebben hier. Dus elektriciteit, kakel en gewoon koffiepot, radio, kassader, alles nodig. Wat zou je zelf in zo'n hokje zitten de hele winter lang? Nou, wat zou je zelf denken?